Hey, welkom allemaal. Dit is weer een nieuwe aflevering van Xbox Gaming en dit keer weer met een nieuwe unboxing video. Dit pakketje hebben we vorige week ergens al even een beetje geteased. Maar dit is iets waar we echt al met heel veel vreugde op zitten te wachten, al een tijdje. Maar hij is nu eindelijk binnengekomen en we gaan hem even openmaken. Het is echt een heel bijzonder pakket. Volgens mij hebben we echt nog nooit zoiets bijzonders op de redactie mogen ontvangen. En het is de Bang & Olufsen Bioplay Portal Headphone. Niet headset, dat mag ik niet zeggen. Want een headset die heeft een microfoontje en dat heeft de Bang & Olufsen niet, daarvoor is het een headphone. En zo te zien is hij echt nog helemaal nieuw in de verpakking, of ze hebben hem gewoon opnieuw verpakt, dat kan natuurlijk ook. Maar we gaan hem even uitpakken. Limited series for designed for Xbox. Daar is hij dan. De Bang & Olufsen Bioplay Portal. Wauw. Ik zal heel. Wauw, dit ding is echt ongelooflijk licht. Dat is onvoorstelbaar. Het is niet normaal hoe licht die is. Kijk, dat staat ook mooi in links-rechts. Hij is, zover ik weet, in drie verschillende kleuren beschikbaar. Dit is de witachtig en grijzig-wittig. Je krijgt hem ook echt in donkergrijs en ook in wat lichter grijs. We gaan hem eens even voorzichtig uit elkaar halen. Wat eigenlijk meteen opvalt aan deze headset, is dat je hier vier zones hebt. Die zorgen voor het opvangen van het geluid als zijnde een microfoon, zeg maar. De microfoon die zit ingebouwd natuurlijk. Nou, wauw. Eigenlijk voor zoiets wat zo kwalitatief is, zou ik verwacht dat die zwaarder zou zijn. Maar dit is echt top. En hij is ook van leer gemaakt. Kalfsleer en lamsleer. Deze zijn volgens mij van kalfsleer. Dit is van lamsleer. En je ziet dat hier een beetje een deuk zit. Volgens mij wil dat dus zeggen dat hij meer het gewicht van de headset draagt op de oorschelpen door de druk die hij uitoefent. En dat de bovenkant van je hoofd dus eigenlijk een beetje vrij blijft. Maar ja, hij is echt waanzinnig mooi. Simpel, maar toch elegant. Zo, we gaan hem eens opzetten. We gaan hem eens passen. Tot zo! Zoals je kunt zien zit in de doos niet alleen de headset, maar er zit ook nog een AUX-kabel bij, voor als je van dat antieke spul hebt, waar je de headset anders niet op kan aansluiten, maar ook een USB-A naar C-kabel om hem op te kunnen laden. En zoals je kunt zien is het echt een heel mooi en simpel design, wat eigenlijk overal wel inpast. Hij past ook heel mooi op je headset stand, of headphone stand in dit geval. En zo... kun je hem netjes opbergen in je interieur waar jij maar wil. Bij mij is dat naast de Xbox Series S. Zoals je op deze foto kunt zien. Mooie verlichting erachter. Het past gewoon allemaal netjes bij elkaar. En de kleine details in de headset doen het hem. Altijd dat Bang & Olufsen logo. Ook het de kabel. Erg mooi gedaan. En tenslotte ga ik hem natuurlijk gebruiken voor gamen. We hebben hem dus mooi uit de doos uitgepakt. Hij is een beetje opgeladen. Dus nu gaan we hem eens opzetten. Hij is al verbonden met de Xbox. Dat kan heel makkelijk met dit knopje en ook het connect knopje op de Xbox. Nou, hij zit echt waanzinnig lekker. En ik merk zelf dat de noise cancellation heel goed werkt, want ik hoor eigenlijk de ventilators van mijn pc nauwelijks nog, ook als ik zelf praat.
hoor ik mezelf een stuk doffer. Dus het kan zijn dat ik op het filmpje nu wat harder klink, omdat ik me niet goed hoor zelf. Maar ook het gamegeluid, het klinkt gewoon perfect. En als ik hem dan harder of zachter wil zetten, is hier met touch. Doe je hem swipen en doe je hem zachter of harder. En hier kun je nog besturen hoe de noise cancellation werkt. Dus hoe goed je jezelf hoort of juist niet. Dit werkt eigenlijk prima, moet ik zeggen. En de oorschelpen, ik zet hem iets zachter. De oorschelpen hier, dit is ook touch allemaal. En dat heeft te maken met muziek afspelen bijvoorbeeld op je telefoon, daar kun je mee verbinden. En ja goed, dat is een hele handleiding van hoe dat precies werkt. Dat ga ik nu niet behandelen, dat is iets voor in een review, de geschreven review. Maar ik moet zeggen, hij zit echt heel strak om de oren. Blijf goed zitten, ook hier, wat ik zei al, het gewicht wordt niet hier boven gedragen, maar echt hier. En hij is heel mooi uitschuifbaar. Het gaat lekker soepel, stilletjes ook. Ja, dus een stukje kwaliteit, joh, dat is geweldig. En hier zit memory foam in, als het goed is. Een prachtig stukje techniek in. De headset heeft ook een app op de telefoon, daar kun je mee verbinden. Dan kun je de equalizer helemaal instellen, of voor met het gamen de instellingen kun je daar helemaal instellen. Hij is ook compatible met Dolby Atmos, wat ik heb. En dan komt die geluidsbeleving toch net wat meer naar voren. Maar echt een heel mooi dingetje, moet ik zeggen. Dus ik ga hier heel wat uurtjes mee spelen. En dan laat ik jullie binnenkort weten hoe dat heeft uitgepakt en wat mijn eindoordeel is. Heel erg bedankt voor het kijken weer. En tot de volgende keer. Doei doei!